Yo mensen, vergeet niet helemaal, ik ben Bart en we zitten vandaag in de Titanium server. Nou, wat we vandaag hier gaan doen is speedrun. Nou, voor de mensen die niet weten wat speedrun is eigenlijk een soort van freerun. Dat is gewoon heel snel over, ja eigenlijk gewoon heel snel parcours doen. Nou, laten we beginnen. Deze is het. En dit is gewoon een hele toffe server, ik zal het IP in de beschrijving zetten. En we doen gelijk Skyworld, want dat vind ik eigenlijk wel een van de fijnste mappen. Ja, we moeten dus zoals jullie zien, dit zijn dus een beetje de records. Ik kan deze wegnemen, ik kan die wegnemen, ik kan deze. Ik neem altijd deze weg. Ik heb dat nog niet heel vaak gedaan, maar het is gewoon wel leuk. Je moet er wel goed in zijn. Je hebt soms beurt de server, weet je wel, dan gaat dat lopen heel close doen. En dan, dan lukt het niet helemaal. Maar ja, dat is af en toe, nou heb ik er echt last van, gelukkig, want anders heb ik... Ja, is het hier gewoon kut, want dan haal je het gewoon niet. Dit moet je gewoon zelf moeten plegen. Fijn. Lol. Wist ik eigenlijk nog helemaal niet dat je dan gewoon terug kan komen. Maar oké, je kan hier dus ook... What the fuck? Wat gebeurde er? Je verdient dus ook coins mee, zoals jullie misschien al zagen. Ik heb er nu, op dit moment, heb ik 104 en dan kan je in de shop kan je dingen kopen. Nou ja, zie je, allemaal wel leuk. Dat kan je dan verkopen als je, piep, als je dit gewoon vaak doet, dan dan heb je gewoon veel coins. Ik doe dit niet heel vaak, maar ik ga denk ik gewoon wel weer veel spelen, want het is gewoon een leuke game. Ja, ik ben er nog gewoon echt niet goed in, zoals jullie misschien al zagen, en dat is gewoon zo, en ja... We zijn waarschijnlijk sowieso zijn er al mensen die gewoon veel beter hierin zijn. Maar... Wat de fu? Nee. Oké, we nemen nu de andere weg. Of zo... Nee. Ja, jawel. We gaan nemen de andere weg. Helemaal de andere weg nemen. Want dit schiet niet op. Bullshit dit. Maakt niet uit. We gaan gewoon deze nemen. Oké, dit is dus gewoon al falend. Moet je hier soms... Nee, ik ben hier gewoon slecht in. Zie je? Oké, we gaan het overnieuw proberen. Daar komt ie. Yes. Hey. De eerste pro skills van Bart. Hey. Ja. Wat is dit dan weer? Zo close. Wat is dit voor iets malle moeders klein? Nee. Je moet trouwens over die... Je moet trouwens over die gele blokken lopen. Goalblok ook wel. En dan krijg je... van die coins. Shizzle gebeuren. Oké. Deze film is van Just Joris, wie kent hem niet? Ja, misschien nog niet. Kinderferien. Die doet dit samen met een paar vrienden, als ik het goed begreep. En het is gewoon een tof surf. Je kan hier ook allemaal andere shit op doen. Bedankt. PvP. Capture the Flag. Ik heb Ping the Cruise, nog nooit van gehoord. Je kan hier ook TNT dingen doen. Ik weet niet precies wat het is. Maar het is gewoon een leuke, gezellige server. En vooral draakthema. Misschien zagen jullie het al in het begin van deze commentary. Dat er allemaal draken shit kwam en noem maar op. Maar goed, ik ga er trouwens ook veel spelen met Luc. Want Luc die doet dit ook. Als het goed is, vindt hij dit ook een hele leuke game. We hebben dit al wel samen gespeeld. Maar op dit moment, hij kan sowieso al niet veel opnemen. Want er is met zijn computer aan de hand iets met de videokaart. Het gewoon technisch gebeuren. En daarom kan hij dus sowieso, hij kan dan niet renderen. En zijn beeld, zijn computer viel uit. Dus nu, die wordt dus gemaakt. Maar daarom kan je ook op zijn kanaal geen video's wachten nog de komende tijd. Maar dat komt er zeker weten weer aan. Ook op mijn kanaal, ik ben nog een beetje bezig. Want jullie zien misschien ook, ik heb alweer 10 dagen niks geüpload. En shit. Maar maakt niet uit. Ik ben ook nog steeds bezig met het leren van dingen. Ik word elke dag gewoon beter in het maken van video's.
en noem al die shit maar op. Ik ben ook heel erg veel bezig met banners maken voor veel kanalen. Ik heb er al eentje af voor DW Games. Die is als goed is als je, ja, ik zal het kanaal net in de beschrijving zetten. Kanaal, 12 abonnees en ja, weet je, het is gewoon leuk om, ik vind het gewoon leuk om banners te maken. Ik weet niet, ik gewoon lekker met Photoshop even dingen maken. Dat kunnen jullie ook binnenkort, misschien ook een halfjaartje verwachten op mijn kanaal. Niet zozeer omdat ik er nu geen zin in heb, maar gewoon puur omdat ik, het is gewoon te slechte kwaliteit. Ik heb alle software shit er al wel voor om op te nemen, want dit neem ik op met Fraps. Fraps is gewoon puur om games mee op te nemen en niet om Photoshop mee op te nemen. En dan moet, ik heb er al wel een programma voor, maar ik heb nu zeg maar van die crack ja, beeldscherm. Gewoon echt van die oude grijze beeldscherm. Je moet niet denken van die hele dikke, maar wel gewoon dun. Maar ik, weet je wel, daar heb je gelijk van die hele slechte kwaliteit krijg je dan gelijk. Dus dan moet, dus die, ja, volgens jou moet ik sowieso even een nieuw beeldscherm hebben. Maar ja, ik heb er nou geen geld voor, dus ja, dat moet ik dan nog even wachten. Tot mijn verjaardag of dat dan ook, wat dan ook. En ja, dan komen dus vooral heel veel Photoshop tutorials aan. En sowieso komt er een keer een giveaway. Ja, sowieso heel veel giveaways komen eraan. Waarin ik voor jullie een banner kan maken. Nou ja, die komen allemaal nog heel veel op dit kanaal. En ja, ik faal ontzettend hard zoals jullie al de hele tijd al aan het zien zijn. Maar goed, sommige mensen die komen puur voor de commentary. Sommige mensen gaan puur voor de gameplay. Nou, dit is meer een video voor puur voor de commentary. Want ja, ik faal ontzettend hard. Als je nou gewoon lekker Call of Duty gespeeld, dat is ook zoiets. Sommige mensen die spelen het zo vaak, weet je wel. Die gaan er gewoon een commentary van maken. En ja, de game boeit ze eigenlijk helemaal niet meer. Maar goed, dat vind ik dus ook zoiets bij dit. Ja, zie je, die gaat gewoon falen telkens. Als je het zo vaak gaat doen. Je bent gewoon meer aan het praten en dan, ja, je faalt gewoon. Maar ja, boeien. Maakt niet uit. Ik vind het eigenlijk zelfs leuk om gewoon een commentary te vertellen dan dat ik dit doe. Maar oké, dat is mijn mening. Ja, dit is wel een beetje de einde van de video, want ik ben een beetje leeg gepraat. Ik weet niets meer te echt te vertellen. Maar goed, als jullie meer van dit soort speedrun, capture flash, commentary shit willen, druk hem even op dat groene duimpje en abonneer even op Generalissimo. En ja, hopelijk zie ik jullie bij de volgende video weer. Later.